generaties auteurs. Een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de Kleine Comedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze editie met Herman Koch en Alma Matthijssen. Hallo. Hi, hallo. ik zou jou eerst even kort introduceren. Maar ik had nog nooit wat van jou gelezen. En ik dacht, omdat ik wist dat we dus op vandaag elkaar zouden ontmoeten hier, dacht ik, dan ga ik dat toch eens goed maken. Ga ik daar wat aan doen. Dus nu zit ik inmiddels in jouw tweede boek op de helft. En één heb ik helemaal uit. Doe je snel. En ik begin gewoon met de laatste. Dat is Bewaar de Zomer. Mm-hmm. En daar waren twee opmerkelijke dingen. Als je dan toch nu de hele tijd, als je het al hebt met waarmee kun je identificeren, is nu vaak de discussie. En kun je hoe met een personage. Dit is natuurlijk een vrij autobiografisch boek. Of zelfs helemaal. Toen las ik op een van de eerste pagina's dat jouw moeder 39 was toen ze jou kreeg. Ja, ze was zwanger 39, 40 toen ze me kreeg. Oké, okay, ja. Nou, mijn moeder was 39 toen ze mij kreeg. Was ook haar enige kind. Volgens mij was van jouw moeder ook haar enige Klopt. Kind. Nou, dan denk je al, deze schrijver kan ik mee. En toen besefte ik, toen zag ik opeens verderop dat het voor het grootste deel zich afspeelt in het Italiaanse dorp Fanghetto. Klopt. En bovendien dat je dus over je vader hebt en die je verloren hebt toen je heel jong was. En ik was ook in het dorp Fanghetto. Echt? En ja, en ik hoorde in Fanghetto, kreeg ik een telegram dat ik naar huis moest omdat mijn moeder op sterven lag. Dus mijn associatie met Fanghetto is ook. Wat bizar. Ja. Misschien moeten we er verder niet. Maar dat is toch. Ik ben later nog een jaar geweest. Dit is 71, speelt zich op. Ik was toen 17. Toen moest ik opeens naar huis met het vliegtuig in Nice en van Fanghetto. Maar die hele, als ik jouw boek dus lees, dan, en het gaat dan over die hitte en die paadjes en dat riviertje daar beneden. Dat zie ik dus letterlijk, dat Fanghetto. Ja, nee, en natuurlijk de dood van mijn vader, die speelt daar natuurlijk ook een grote rol. Ja, dus in die zin, ja, nee, ik snap het. Nou, dat is de introductie. Ja. Nou, dan zal ik jou ook even introduceren. En het is wel grappig, omdat ik heb eigenlijk een hele grote herinnering aan een van jouw boeken dan weer. Ja. Maar even voor het grotere verhaal. Volgens mij heb je 20 boeken geschreven. Ik heb even geteld. Oeh, ik dacht dat het er 10 waren. Maar goed, misschien heb je een andere telling aangehouden. Als je alles meerekent. Oh, oké. Okay. Nee, dat zou kunnen. Ja. En in 50 landen vertaald. Ja, dat wel. Ook niet al die 20 boeken. Hè? Een paar zijn in 50 landen vertaald. Ja, nou, ongelooflijk wel. Ja. En het laatste boek dat uit is gekomen, Vincent Dagen. Ja. En jouw eerste roman, Red ons Maria Montanelli. Ja. Daar, dat is toch echt wel een favoriet van mij. En vooral omdat ik het las op de... Ik was een slechte lezer op de middelbare school. Mm-hmm. Ben dyslectisch. En dat ging me allemaal moeilijk af. En toen moest ik weer een boek kiezen. En ik vond mijn leraar Nederlands niet zo heel welke, leuk. Welke school was dat? Nou, het Montessori Lyceum in Amsterdam, okay. Oud-Zuid. Dus precies dezelfde. En toen vond ik het heel leuk om jouw boek uit te kiezen en een beetje mijn leraar Nederlands te sarren. Ah. En dan vond ik het vooral heel leuk om dat boek aan te halen en dat hij dan een heel glad gezicht moest hebben terwijl ik het daarover had. En ik vond het gewoon een heel fijn, heel grappig boek waarin je, zeker als je op die middelbare school zit terwijl je het leest, wat gewoon echt dezelfde school is. Ja. Heel fijn was. Dus voor mij heb jij eigenlijk mijn middelbare schooltijd ietsje makkelijker gemaakt. Oh, wat fijn. Daar wil ik je voor bedanken. Ja, dat vind ik sowieso wat een doel van een boek kan zijn om de middelbare schooltijd van wie dan ook gemakkelijker te maken. Zeker. Zeker als je verplichte leeslijst. Hoe heette die leraar? Die leraar wat erg. Weet je niet meer? Ja, ik weet het wel, maar dat vind ik veel te erg om te zeggen. Oh, oké. Okay. Ik ben verder wel een lieve man. Hem anoniem. Maar toch, hij had een grote voorliefde voor dan Nesquio en Moelisch. En dat waren dan boeken die mij zelf niet echt aanspraken. Nee, dus ik vond... ik las toen dus Red ons Maria Montanelli, wat ik heel leuk vond. Blauwe Maandagen, toen echt zo ontdekt. En Kampert, dat waren toen de boeken die me echt een beetje gered hebben. Ja. Het geestige is ook wel van, als je dan toch even daar
schiet me opeens binnen dat het Montessori Lyceum had een hele ambivalente houding tegenover dat boek, tegen dat Rettons Maria Montanelli. Want dus er was dus één manier van jaren later om er dan een beetje van af te zijn, was ja, hij beschrijft toch wel gewoon hoe het toen was, weet je wel, in de jaren 60. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want ik zat er in de, ja, wat is het, in de jaren 2000, begin 2000 zat ik daar. En er was nog steeds heel veel... Alles klopte heel nog wel. Veel hetzelfde met die tijdvakken, weet je wel, waar dan natuurlijk niemand iets deed. Dus ja, dat was een redding. Op een bepaald moment was er een, dan houden we erover op, over dat boek, was er een lustrum, weet je wel, waar je dan ook niet zo eens in de 4 of 5 jaar, waar ik ook niet naartoe ging. Ik ging nooit naar die dingen met oud-leerlingen. Toen hoorde ik van iemand anders, hadden ze een soort tentoonstellingsruimtje gemaakt. Ja. Met mensen die dan op een Montessori gezeten hadden en die later iets waren geworden. Of zeg maar gewoon een beetje bekender. Ja. Bekend waren geworden. Anja Meulenbelt zat daar geloof ik bij. Als jouw naam die nog wat, jou wat zegt. Nou, die zegt mij zeker wat. Ja. Maar ik wist niet dat zij op Montessori ook zat. Wat grappig. Ja. En daar lag ik dus ook met dat boekje. En toen stond erbij, die vitrine, stond... Hoewel geen meesterwerk, geeft het toch een aardig beeld van de school. Ik dacht of ik nog 30 jaar later een beoordeling kreeg. Ja. Weet je wel? Weer een beoordeling van... want het was ook nooit... Het was geen cijfers, hè? Het was altijd ruim voldoende. Of, Nou ja, ik vind het heel grappig wat je dat zegt. Want ik ben wel een keer naar zo'n reunie gegaan. En toen kwam dus mijn Nederlander... Ik zou het heel erg vinden als hij kijkt, maar... ja, dat vond het toch ook een hele lieve man. Maar in elk geval had hij een boek gelezen. En toen gaf hij een kaartje met eigenlijk... Ja, gewoon een soort recensie, waar ik vrij ongemakkelijk van werd. En de eerste zin was, ja, ik wil een gegeven paard niet in de bek kijken. Want volgens mij had ik het aan hem gegeven. En zo ging het dan verder. Ja, ja, ja. Dus die was ook niet onverdeeld enthousiast. Nee. Oh ja, nee. Nou. Ja, misschien is dat ook wel iets van de Montessori, dat weet ik niet. Maar. Nou ja, een beetje als je er net iets een beetje niet meedoet met ze. Zo heb ik het altijd ervaren. Ja. Dat je, als je je een beetje verzet tegen wat dat systeem is... want ze vinden zichzelf de leukste school van Nederland. Als je dat niet vindt, dan krijg je het daar heel moeilijk. Ja, ja. Nou ja, en ik vond sommige dingen ook wel... want de schoolkrant, daar heb ik wel echt een soort van leren schrijven. Dat vond ik ontzettend leuk, juist. Ja. Maar ook daar gingen wij heel erg tegen de schoolleiding in. Weet je wel, we zijn geschorst en zo. Omdat, ik ben ook wel vaak... Ben je geschorst? Geschorst en ook van school, echt van school gestuurd. Dat wil zeggen, met klem aangeraden om daar af te gaan. Want past niet in het systeem, weet je wel. En wat deed je dan? Ik ben weggegaan. Ja, ik ben naar het Spinoza Lyceum gegaan. Ja, ja. Oh, heel goed. Ik herinner me al die namen nog wel van die Nederlandse leraren en die anderen ook. Ik heb ook in Maria Montanelli, het is stom, we hebben iets te lang over dit boek. Maar, maar toch, vertel het nog toch, even. Ik heb dus alle leraren met hun eigen naam in dat boek gezet, alleen de vakken verwisseld. Ah, maar iedereen ook herkende elkaar natuurlijk. Ze wisten meteen wie het was. En ik hoorde soms ook van een Montessori leraar die dan later zei, oh, ik ben zo blij dat ik niet in het boek sta. En reageerden? Hebben ze dat dan ook wel eens aan jou laten weten, wat ze daarvan vonden? Ja, er waren wel andere... Maar volgens mij hebben we het echt niet zo lang Oké. Laten we naar deze dingen gaan. Van lang geleden. Wil jij eerst? Ja, ik ga eerst. Ah, hoe begin je met het schrijven van een nieuw boek? Een nieuw boek. Ja, je bent bijna klaar, toch? Ja. Of je bent klaar? Ik heb een nieuw boek klaar en... even in het algemeen, hoe begin je? Ja, we moeten allebei die vraag wel beantwoorden. Ja, vind ik ook. Bij mij, het is toch elke keer ook weer anders. Maar bij mij is het wel iets dat ik op zoek ga naar iets waarvan ik zeker weet... Oké, dit gaat me wel 2, hopelijk 3 jaar lang interesseren. Dat is een beetje de... Nou ja, dat is een hele goeie. Ja. Dat ik me wel... Ja, maar het is bij mij wel vaak heel vaag. Ik ben niet die schrijver die van tevoren alles helemaal uitdenkt en een plan maakt. En nee, ik soms... ook niet. Nee? Nee, helemaal niet. Oh, grappig. Dat zou ik wel denken. Ja, nee, ik heb ook... Dat ik denk... Wat jij eerst zegt, heb ik ook precies hetzelfde. Ik denk, het moet me een paar jaar bezig kunnen houden. Minimaal een jaar, maar liefst nog wat langer. Ja, ja, want je moet ook die interviews daarna doen. Meestal ben ik dan al helemaal een soort van klaar ermee. Ja, maar ik ben sowieso wel klaar met een boek als het af is. Dat ik denk, dan moet ik het ook nog over gaan hebben nu. Ja, is het ergste eigenlijk. Ja, ik vind het heel leuk hoor. Gewoon dat mensen zeggen,
ik heb het gelezen en ik vond het zus of zo. Of ik vond dat goed, ja, of dat slecht. Of weet ik, maakt me niet zo uit. Slecht vind ik vervelend om te horen. Ja, als maar wie is, ja. Ja, wie is, ja, je bedoelt ook met kritiek of zo. Ja, of echte, gewoon goed. Kritieken. Dat vind ik leuk om te horen. Ja, ja, de rest hoef ik niet te horen. Nee. Maar dat terzijde. Maar ja, met beginnen. Ik ben nu wel heel erg aan het beginnen met een boek. Of, ik denk dat ik ongeveer een half jaar gedacht heb. Mm-hmm. En dan nu 3 maanden aan het schrijven of zo. Ja. En dat is dan heel erg, ja, toch voor mij echt in het rond te schrijven. Dus gewoon, ik heb dan een personage en dan begin ik gewoon te denken, oké, hoe eet hij zijn ontbijt? En dan ga ik die scène gewoon maar schrijven. Ja. En die komt waarschijnlijk nooit in het boek. Maar dat gaat dan wel langzaam van, oh ja, oké, zo loopt hij. En zo doet hij tegen zijn vrienden. Ja, en dan ja. zijn er op een gegeven moment, heb ik dan zo, ja, een stuk of 6 scènes of zoiets. Mm-hmm. En dan ga ik denken, oh ja, maar hoe zit het plot nou? En wat wil ik nou eigenlijk vertellen? En zo, ja, maar dan kom je ook steeds vaak. Heb je dat dan ook niet? Dat je daar pas achter komt als je een aantal van die scènes geschreven hebt? Ja, totaal. Dat je dan pas denkt van een beetje begint te vermoeden waar het boek misschien over gaat. Ja, ja, maar ik vind dat wel nog steeds heel eng. Dat ik nu ook denk van, oh, ja, maar waarom eigenlijk? En je bent zo in het, in het luchtledige aan het werk. Ja. Dus, maar hoe weet jij dan op welk punt van, oké, nu. Nu heb ik het. Nu kan ik door. Nu weet ik dat het goed gaat komen. Nou, ik probeer wel. Ik begin chronologisch. Ik hoop altijd dat de eerste zin zal blijven. Hm. En dat gaat dan bij mij voornamelijk over dat ik de toon. Het zijn bijna op een paar uitzonderingen na zijn het eerste persoon boeken. Boeken. En waarom eigenlijk? Ja, ik vind dat lekker. Ik heb het idee. Ik voel me daarin thuis. Het wordt een soort. Ik benader die boeken als een monoloog. Hmm. Dus ik heb het idee dat ik, als ik iemand kan horen praten, dat ik denk, dan heb ik voor 80% het boek al. Ja. Als ik de juiste toon heb gevonden. Ja. Dus van het nieuwe boek is de eerste zin bijvoorbeeld, hier ben ik, hier lig ik, hier ga ik voorlopig niet meer weg. En dan denk ik, ja, dat is toch. En die blijkt dan op een bank te liggen. Oh ja, ja, ik denk gelijk aan een graf. Oh, een graf? Nee. Zo'n macabere boeken zou ik ook weer niet zo gauw schrijven. Nee, dit graf. Is, ja, sorry, ja, dit is ook mijn hoofd. Ja, hier ga ik voorlopig niet meer weg. Ja, dat klopt. Nee, maar dat vind ik juist heel leuk. Dat je het ook op 2 manieren eigenlijk kan lezen. Ja, ja. Maar goed, je weet al, na 3, de 4e zin weet je al dat hij nog niet in een graf ligt. Dat hij niet in een graf ligt. Ja. Maar goed. Maar dan toch nog heel veel terugkomt, omdat ik dan zelf nu op dat punt zit. En dan hoop ik dat ik van jou misschien daar toch een tip uit krijg. Ja, van oh ja. Hoe je dan weet wanneer het goed gaat. Wanneer je vertrouwen krijgt. Van oké, zo. Ja, dat zit inderdaad in het. Ik heb ook wel dat ik altijd wel te veel schrijf. Hm. En ook dat ik denk, daar moet je ook niet bang voor zijn. Dus om bijvoorbeeld werk wat meerdere dagen heeft geduurd, waarvan je later inderdaad alleen maar kan zeggen, maar volgens mij zei je dat ook al net een beetje, dat het misschien helemaal niet in het boek komt. Ja. Maar wat je wel heeft geholpen om de juiste toon of het ritme van de zinnen te vinden, of om degene die vertelt beter te leren kennen. Ja. Als het tenminste ik vorm is, als hij of zij is, dat is net iets anders, maar mm-hmm. toch ook wel belangrijk. Ja. En bewaar je dat dan, de dingen die je weggooit? Ja, ik ben niet zo dat ik meteen alles ga schrappen. Ik laat wel veel staan en dan denk ik, dat kan later wel weg. Ja. Ik heb een hele goede redacteur. En die heeft ook, zoals alle redacteuren, de neiging om er behoorlijk veel uit te laten. Mm-hmm. En nu de laatste tijd laat ik alles er maar in staan. En denk dan, zij haalt het er toch uit. Nee, dat is misschien een beetje flauw. Maar het is moeilijk om daar te zeggen, wat is nou een tip? Je moet op een gegeven moment een gevoel hebben over een idee. Ja. Dat je denkt, oh, het gaat zo, dus het krijgt die richting. Ja. Dat moet dan opeens valt alles op zijn plaats. Maar dat kan inderdaad wel maanden of langer duren. Ja, ja. Dat is elke keer weer even lastig, ja, denk ik. Ja. Maar ja, ook heel leuk. Want anders, als dat er niet zou zijn, dan is er helemaal geen reden om het überhaupt te doen. Nee, als je het al gewoon helemaal weet hoe het. Tenminste, dat denk ik altijd bij schrijvers die ik wel ken, van die dan. Ja.
heel geroutineerd en het gewoon al helemaal uit hebben gedacht. Dan denk ik, ja, waarom zou je dan eigenlijk nog schrijven? Helemaal, ja, precies. Ja. Want het is net zoiets dat je gaat ook niet aan je vrienden en vriendinnen vertellen. Ik ben nu een boek aan het schrijven. Er komt een man komt binnen, die gaat daar. En die gaat, dan is het ook al weg. Ja. En dat ga je ook voor jezelf wil je dat niet. Ik heb altijd het idee, ik wil gewoon het schrijven zoals iemand het straks ook leest. Die ook denkt, ik heb geen idee wat er precies gaat gebeuren en welke kant het... Maar dat kun je dus ook alleen maar als je het zelf ook geen idee hebt. Nee, precies. Kun je dat bereiken bij een lezer. Dus het gevaar is dat je wel eens wat weg moet gooien. Maar mijn ervaring is toch wel dat ik denk, ook die plotachtige dingen die ontstaan op het moment en komen daardoor ook redelijk onverwacht, ook voor de lezer... Ja. Omdat ze ook voor mezelf onverwacht waren. Ja, en dat is natuurlijk dan ook het leuke op het moment dat dat gebeurt. Dat je dan zo, nou, wat er vandaag in mijn boek is gebeurd. Ja, nou, dat is wel waar. Ik krijg dan echt een soort fysieke reactie soms. Als ik dan zoiets opeens denk van, oh, maar het zit dus zo. En een beetje bijna een rood hoofd. En een beetje altijd even moet gaan staan. Zo. Maar dan is op zo'n moment is het mijn dag wel helemaal goed. Ja, dan precies. Ik helemaal niet om te gaan hoeveel woorden ik heb geschreven. Nee. Maar puur denk ik, heb nou toch een vondst. Die zat, wist ik helemaal niet dat die in dat verhaal zat. Ja, nee, dat is heel gek. Ik heb ook één keer dat ik erachter kwam. Toen ik was al aan het slapen en ik werd midden in de nacht wakker. En toen realiseerde ik me eens dat een van mijn personages dood moest. Ja. Dat dat niet anders kon. Moest heel erg huilen. Omdat ik het zo zielig vond. Van, oh, maar ik vind het zo erg voor haar. En ik wil dat helemaal niet. Maar het kan niet anders. Het moet, ja. Ja, en dat was dan tegelijkertijd verdrietig. Maar tegelijkertijd ook van, oh ja, nu weet ik hoe het zit. En dan is het zo overduidelijk. Dat, Ik heb ook wel eens gehad, maar dat komt ook met leeftijd. Dat je dingen niet meer zo goed onthoudt. Wat ook bepaalde voordelen heeft. Want ik heb heel vaak dat ik 's ochtends als ik terugkijk wat ik heb gelezen, wat ik vorige dag heb geschreven. Ja. Dat ik echt denk, verdomd ja, dat heb ik gisteren gedaan. Dat ik het niet meer precies wist. Maar het komt ook voor dat iemand tegen mij zegt, en dan is het nog in manuscript. Ja. Zegt, je staat daar met die en die vrouw, de moeder van die en die, sta je in de tuin te praten. Tenminste, dat personage. Ja. Maar op pagina 30 is ze wel dood, hoor. Oh jee. En dat is me ook wel overkomen. En dan kun je dat gelukkig nog herstellen. Ja, en komt het dan ook wel eens voor dat er dingen zijn die je hebt geschreven, weet ik veel, 30 jaar terug en dan, of 20 jaar terug. Ja. Misschien ga ik iets te ver terug in de tijd. Die je al gebruikt hebt? Absoluut. Soms letterlijk bijna. Dat is ook wel. Maar goed, daar zijn wel vaak anderen zijn daar dan beter in om dat nog dan eruit te halen. Zeg, volgens mij heb je dit al eens eerder gedaan. Maar het komt bij mij ook voor dat ik een hele alinea op pagina 180 schrijf en dan later erachter kom dat die ook op pagina 10 stond. Dezelfde, hè? Ja, nou ja, daar maar zijn goed, gelukkig dat krijg jij nog allemaal. Ja, dat ga ik nog meemaken. Ja. Ik weet dat Norman Mailer zei een keer in zo'n boek dat helemaal ging over de art of fiction en... Die zei dat hij dat een groot voordeel vond, dat toen hij eenmaal 80 was, dat hij geen idee meer had wat hij de vorige dag had geschreven. Maar echt helemaal niet meer. Waardoor hij het dus al meteen las, alsof iemand anders het had geschreven. Ah, zo. Maar dan zou je ook elke dag gewoon hetzelfde stuk kunnen schrijven. Ja, dat is waar. Nee, maar dan moet je wel een flink stuk overlezen om te... Je leest het dan over en denkt, verdomd, dat is eigenlijk best goed. Ja. Of het is best slecht. Dat komt ook vaak voor. Maar je gaat er niet piekerend mee naar bed, zeg maar. Nee, precies. Ik probeer het ook altijd. Heb jij dat ook? Dat je het wel van je af probeert te zetten? Ja, zeker. Maar soms lukt het me gewoon niet. En dan weet ik ook wel dat het goed gaat met het boek. Als het niet meer lukt om er van af te zitten. Nu zit ik er gewoon zelf nog niet echt in. En dat is vervelend eigenlijk. En dan, zodra ik echt verder ben, dan vind ik het ook wel moeilijker om het van me af te zetten. Ja, dan blijft het een beetje doorgaan. Dan kun je ook niet echt tegenhouden. Nee. Ik neem ook altijd voor om dan... na een bepaald moment, 1 uur 's middags of zoiets, daarna niks meer te doen. Hè? En denken van, proberen te vergeten. Ja. En dan zit ik opeens, zit ik of lig ik half op de bank. En dan heb ik net een borreltje ingeschonken of een biertje open gedaan. En dan denk ik, en langzamerhand begint dat gevoel dus. En dan denk ik, toch even kijken. Ja? Of het wat was, weet je wel. En, is het dan wat? Nee, soms niet. Maar het is, je kijkt toch even met een andere blik. Mm-hmm. En je kan toch iets meer. Ik heb ook als dat je een boek leest waarbij je een glaasje drinkt. En dan lees je dat toch ook anders. En zo moet je je eigen boek ook. Nou ja, ernaar kijken alsof je inderdaad zelf de vreemde bent, dat is heel goed. Maar ik doe meestal gewoon zodra ik een eerste versie heb of een tweede versie, dat ik dan gewoon een
toch probeer, als het kan, om het een maand minimaal te laten liggen. Ja, dat is al heel goed. En dan opnieuw lezen. Ja, sowieso minimaal een maand. Ik doe dat al. Ik hou me voor 6 weken. Maar dat heb ik ook. Ik heb ooit zo'n boek gelezen, wie je dat kent, On Writing van Stephen King. Nee, ik weet dat het bestaat. Maar ja, ik ben helemaal nooit niet zo'n Stephen King fan als van de schrijver. Maar hij wel van jou. Wat? Oh ja, dat is. Ja, laten we dat nou maar even laten rusten. Ja, dat heeft hij wel. Dat staat in een tweet, ja. Ja. Een tweet, ja, nou je het zegt. Maar goed, daarom breng ik hem nu niet ter sprake. Maar ik, een van de leukste boeken over het vak is van Stephen King. Terwijl hij het zelf ook niet allemaal toepast. En die zei 6 weken laten liggen. 6 weken, ja. En dat is het gewoon. Dat heb ik gewoon op een bepaald moment overgenomen. Ja. 20 jaar geleden of 15 jaar geleden om te denken. 6 weken. En het is waar. Dan ben je het echt helemaal vergeten. Ja. Ja, of nog beter, echt een jaar of zo. Dan weet je het dat echt kan ook, niet ja. meer. Maar dan moet je, die luxe moet je dan wel... Je wil op een gegeven moment ook wel van een boek af, toch? Totaal. Het af hebben en ook denken... Ik wil er even niks meer mee te maken. Nee, dat heb ik altijd eigenlijk. En dan gewoon weer door. Ja, het klinkt dan heel eigenlijk een beetje zielig voor het boek. Maar ja, het is ja, wel Ja, maar het zo. Is wel waar. Je wil gewoon door. Ja. En vaak als een boek uitkomt, ben je soms alweer met iets anders begonnen. Ja. Dat hoop ik meestal wel. Ja, ik ook. Het is altijd vaak beter of het is prettiger. Mm-hmm. Ik heb nu net een boek uitgesteld, hè, vanwege het nieuwe boek zou in mei uitkomen. Maar dat komt nu in september. Dus ja, straks komen in september die vragen van die interviews van die journalisten en zo. En dan denk ik, waar hebben ze het over? Weet je? Ik ben al lang met iets anders bezig. Ja, maar en je hebt het uitgesteld echt vanwege de pandemie? Ja, omdat toen het een paar maanden geleden... zeiden wij allemaal nog tegen elkaar... nou, in mei zullen de boekwinkels toch wel open zijn en de terrassen. Ja. En alles zal wel iets versoepeld zijn... maar het ziet er nu alleen maar naar uit dat het nog minder wordt. Ja. En ik vind dat gewoon zonde. Vind het ik is beetje, het ook. Een beetje jammer, want ik ben laatst ook bij een boekwinkel geweest op afspraak... omdat ik toch dacht... Maar voel je je dan niet heel chic? Ik heb ook nu gewinkeld op afspraak en ik voelde me echt een soort superster. Oh, als je in zo'n winkel mag... Ja, een boekwinkel of een andere winkel? Nou, het was geen kledingwinkel. Een kledingwinkel, nee, maar dat is prima. Dat lijkt me ook heel goed idee. Ik kreeg witte wijn en zo. Het was ineens een soort van, ik voelde me heel erg En je bent dan ongeveer enige klant in die winkel. Ja. Ja, dat was ik ook in de boekwinkel. Nog één andere. Misschien moeten ze daar nu ook gewoon wijn gaan schenken. Maar ja, het helpt natuurlijk niet voor een boek uitbrengen. Dat, nee, bedoel, dus ik heb toch... het zelf in november gedaan en dat ja... Oh, dat het bewaarde zomer is van november. Ja, en toen waren de boekwinkels wel nog open, maar die gingen volgens mij heel snel. Heel denk, snel al dicht. Twee weken ergens of zoiets later. Of oktober, november, ik weet niet meer, maar het ging heel snel. Ja. Dat ze echt dicht waren ook, hè? Ja, dat precies. Dat je niet eens kon bestellen. Ja. En dan ben je dus afhankelijk van online en digitaal. Ja. En dat is toch nog steeds een niet zo grote groep. Moeten we nog kaartjes doen? We zijn het helemaal aan het vergeten. Ik weet niet of zou dat fluitje al komen? Niet dat ik vind het heel leuk hoor, we kunnen heel lang doorkletsen. Zal ik er eentje doen? Ja, doe. Is er een regel die wel eens door je hoofd schiet tijdens het schrijven? Een regel? Zou dat dan een regel zijn? Een regel van een andere van een schrijver? Reglement? Of een soort... Of een zin van een andere? Nee, dat is... Is er een regel die wel eens door je hoofd schiet tijdens het schrijven? Het voelt als regels. Als in... Als een regel. Ja, ik vind het een beetje sfeer. Goed, een andere vraag. Ja, is goed. Gooi maar weg. Even kijken. U gaat niet langs af en u ontvangt geen... Nee, dat is de... Voel je je een charmeur? Nou, dat is... dat is wel een vraag. Dan denk ik, ja, oké. Nou, jij mag eerst. Voel ik me een charmeur? Nee, ja, even een hele gekke vraag. In welk opzicht? Wanneer? Nu niet? Nou, misschien als je... Misschien wordt er een beetje bedoeld, dat zou ik kunnen denken. Dat je als je schrijver bent, toch ook altijd een beetje een charmeur bent. Omdat je die lezer moet charmeren. Of dat je ook in publiekelijk charmant moet zijn. Ik ben er in elk geval tijdens het schrijven helemaal niet mee bezig. Misschien als ik op een podium zit of zo, dat ik dan wel begrijp van... Oké, ja, je wil wel een beetje dat de mensen het leuk hebben. Daar zitten. Ja, nee. Nee. Maar nee, ik zou het ook heel... Om dat echt expres voor te gaan doen of zoiets. Nee, ik denk dat als tijdens het schrijven je daarover na gaat denken... dan wordt het een heel gek boek. Toch? Nee, je bent inderdaad niet... Tijdens het schrijven ben je geen charmeur, volgens mij. Nee. Het is een beetje... En bovendien kun je dat ook helemaal niet zijn als je dat niet bent. Ik bedoel, je kan het niet gaan spelen... want dan val je onmiddellijk door de mand, volgens mij. Als charmeur. Ja, dat denk ik ook. Dat is ook niet goed. Maar misschien... Ja, goed. De volgende.
Van wie hoop je dat hij of zij nog eens een boek van je leest? Van wie? Deze vraag heb ik al een keer voorbij zien komen in de andere filmpjes. Ja? Ja. En toen struikelde zij over nog eens. Oh. Maar ja, nu herhaal ik precies wat daar is gebeurd. Ja. Vertel maar. Ik niet om het te dramatisch te maken, maar ik zou het leuk hebben gevonden als mijn ouders mijn boeken hadden kunnen lezen. Ja. Nou, dat is nooit gebeurd. Ja. Dus dat is een beetje zo'n gevoel van spijt. Dat ik denk, als er ergens toch zoiets bestaat, dat ze dan die... En denken, waar daar loopt dan... die kleine charmeur. Heeft hij toch maar 20 boeken geschreven? Ja. En wat zou je dan hopen dat ze... Ik heb ook over mijn ouders wel in boeken soms ook wel harde noten gekraakt, zeg maar. Maar ik denk aan de andere kant, als ze zoals ze zijn, denk ik, nou, dat zouden ze wel door de vingers zien. Ja. En denken van, het is ook wel rechtvaardig of zo. Ja. Ja, ik zit zelf nu heel erg te denken van, oh ja, wat zou ik dan... Want het kwam bij mij niet in me op dat ik dan ook... Mijn vader zou natuurlijk heel fijn zijn als die... een boek van mij zou kunnen lezen. Maar het was niet het eerste wat in mijn hoofd sprong. En ik weet alleen dat mijn moeder een keer... bij De Grote Goede Dingen, een ander boek... wat ook grotendeels over mijn vader gaat... dan zei ze van... je vader zou het schoorvoetend goedkeuren. Schoorvoetend? Ja. Een goede term, ja. Ja. Zo van, ja. Ja, was een hele Norse, een beetje wel moeilijke man, maar dat... Ja, en wat wel heel lief was, want Bewaarde Zomer gaat dan ook voor een groot deel over mijn vader. En toen had ik op de boekpresentatie, was een oude vriendin van hem die heeft gespeeld op de violofoon. Want hij was muzikant en dan was een van zijn instrumenten, wat eigenlijk een soort heel vreemde viool is met een grammofoontoeter erop. Oh ja, oké. En zij speelde daarop en toen was, ja, dat is sowieso prachtig, heel droevig geluid. Mm. En toen stopte ze en toen zei ze ineens van... Oh, maar jouw vader zou zo trots op jou zijn. Ah. En dat is dan... Ja. Ja. Dat kan je eigenlijk niet... Dat is toch wat je wil horen. Ja, echt waar. Ja. Hoe clichématig en bijna groots of zoiets. Ja, het is wel goed. Dat is echt de essentie volgens mij. Je wil ook dat je ouders trots op je zijn, ook als ze nog leven. Ja. Dat is toch eigenlijk waar je het allemaal voor doet misschien wel. Dat je toch denkt, die ouders moeten toch zeggen... Nou, ik ben nu echt trots op je, Alma. Ja, precies. Ja, en dan om dat zo van die vrienden te horen... Dat is echt... Ja, ik hoop dat zij dan ook snappen hoe belangrijk dat eigenlijk is. Dat je dat... Ja. Maar toch, dat is dan... Dat is het fluitje al. Ja, dat was hem. Er komt zo de conducteur. We hebben geen kaartjes. Oh nee, ik heb totaal geen jij kaartje. Niet. Ik zit eerste klas. Ja, jij zit gewoon in het theater. Ja, ja. You're fine. Ja, nee, maar dat... We moeten dan afsluiten. Dat is wat nu gaat gebeuren. Maar we kunnen nog even zo... Ik zat even te denken. Waar hadden we het? Oh ja, we hadden het nu dus over dat trots zijn, ja. Want bij andere mensen heb ik dat gevoel helemaal niet. Vooral niet als ze... Dat die trots op je zouden moeten zijn. Want nee. Dat was eigenlijk de vraag van wie dan? Ja. Ik zou niet iemand anders kunnen bedenken. Ik zou ook niet zeggen, ik zou graag willen dat Barack Obama mijn boeken zou lezen. Dat vind ik zo'n rare soort hoogdravende, rare onzin of zo. Ja, ook omdat ik er überhaupt gewoon nooit zo goed mee... Ik weet überhaupt gewoon niet hoe ik moet reageren als mensen zeggen... Ja, ik vind je boek heel goed. Of ik vind je... Ja, dan denk ik, ja, oké. Okay. Ja, dat is het dan ook wel, toch? Ja. Ja, dan het gesprek stopt daar eigenlijk ook een beetje. Ja. En ik denk ook als iemand zegt, ik ben heel trots op je, stopt het gesprek ook. Ja, maar dat is ook niet zo erg. Nee. Toch? Dat is heel goeie. Ja, dat is ook wel prettig. En dan is ook vaak op feestjes of waar dan ook, zul je dan ook wel eens gehad hebben? Regelmatig? Nou ja, feestjes heb ik niet meer, maar... Nee, die het laatste jaar niet. Maar dat iemand tegen je zegt, ben je alweer met iets nieuws bezig? Ja, en veel te snel komt die vraag altijd. Ja. Heel snel. En daar is dus ook zo'n verschrikkelijke vraag. Want dan, of je zegt van, ik ben al lang weer met iets nieuws bezig. En dan ben je al gauw een beetje arrogant of zo. Ja. Oh, wat, dat hebben mensen tegen mij ook wel eens. Dan zitten soms 2 of 3 jaar zit er tussen hun boek. En dan zeg, heb je alweer een boek uit? Ja, maar het is nooit goed. Nee, het is niet. En als je het 5 jaar wegblijft, dan zeggen mensen ook van alweer zo snel. Ja, maar dat is ook. Je weet niet hoe je wordt opgeslagen in andermans hoofd. Nee, dus, nee, precies. Maar inderdaad, dat van ik vind het goed. Daarmee zou het goed zijn als het gesprek ook afgerond is. Ja.
Ik ben nu dus met Vergeten de meisjes van jou aan het lezen. Vind ik heel goed. Leuk. Ja, klaar. Goed. Dan stoppen we met dit gesprek ook. Ja. Nee, heel veel dank. En, ja, nou, ontzettend jij leuk ook. Om je hier nu te ontmoeten. Goed, ja.